Goed mensen, ik ben Sam. En ik ben Rens. En wij zijn Project Minecraft, ja. En ja, we zitten hier in een adventure map. Ja. Met heel veel zombies. Yes. Het heet The Thief Steel. The Thief Steel, jongens. Holy shit. Het is een 10 uur lange adventure map. Een RPG adventure map. En Rens en ik dachten van, holy shit, dit ziet er gruwelijk uit. En we hebben deze infobord al gelezen. Mm-hmm. Ik zet mijn geluid als iets zachter in die kutzombies. Ja, inderdaad. Maar het ziet er echt heel gek uit. Ik doe even time set 0 hoor, want anders kunnen jullie niks lezen. Welcome and thank you for downloading a Thief Steel. Grand rules, don't break any blocks, blah 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 blah. Throughout the map, we use iron blocks as locks. Place a button on the block to open the lock. If a framed... Oké, laten we gewoon eens naar een korte samenvatting. Je hebt hier, als er een iron block is, dan betekent dat er een lock is. En je mag alleen een button plaatsen als dezelfde kleur is van het dingetje erboven. Yeah. Zoals hier, want hier heb je dan de white key. En dan moeten we straks naar de tutorial house lopen. Voor de white key. Yes. Easy as that. Moeten we allebei in dingen staan? Oh, ik neem gewoon alles mee. En we hebben nu dus de key van de tutorial house. Nou, yeah. Want wij willen natuurlijk altijd tutorial volgen. Mm-hmm, dat is natuurlijk handig. Dus we plaatsen het gewoon hier neer. Hier. Oep. Yes. Ja, jij had er in principe eigenlijk helemaal niks aan. Maakt niet uit. Nee. Wool blocks may be destroyed with scissors. Oké, die hebben we dat niet. Oh, hallo Phil. Oh mijn god, man. Holy. Oh, dat is die neus. Ill for sale shop. Oh also selling scissors. Oké, ze verkopen dus ook scissors. Nee, ik zie... Oh, hier. Dat is dus één emerald. Nou, weet je, dat koop ik het. Ik heb shears. Shears, man. En dan kan je even later gewoon hier yellow local inbrew. Ik koop wel ook wel de ale. Jij ook? Mag ik ook zo? Ja, je hebt toch emerald? Ja, maar ik kan niet tegelijk. Oh, you need a green key. Verkoopt hij ook een green key? Nee, je moet even die scissors moet je even. Oh, wacht, moet ik hier? Ja, oh, wacht. Even... A bottle of enchanting. Oh, dat vind ik wel fijn. Eitjes, a green key en green wool heb ik. Ah, ik neem al die brew. Ik weet niet wat het doet, maar ik denk dat het wel handig is. Proost. Cheers, bro. Oh, ga nu god, al nemen. Oh god. Niet nemen. Nee. Oh. Hoezo niet? Oh man. Je bent dronken? Ja. Dat is een beest. Holy shit. En je kijkt... Hey, maar we hebben hier wel cake, dus eet het maar even op. Oh, kijk. Red wool may not be destroyed, it is blood. Oké, red wool is blood. Oké. Oh, dank je voor de brood, dat heb ik echt even nodig. Oeh, hey Sam, we hebben hier wat dingetjes. Oh, ik heb een common key gevonden. Wat is hier? Oh, emeralds, dat vind ik wel fijn. Yellow oak ale, dark ale, zo. Whiskey. Ik, Ik zal niks nemen, want je krijgt heel veel potion. Kunnen jullie trouwens nog omhoog? Ik moet drinken van mijn dokter. Wool blocks used as walls may not be destroyed. Oké, dat is best wel logisch. You need a common key. Red key hebben we nodig. Nee. Kijk, zacht je. Ja, maar je moet eerst hier naartoe. Kom eens. Oh my god, een skeleton skull. Hier. Oeh, hey, dit hebben ze ook al cool gedaan. Kom, Sam, kom eens naar beneden. Ja, kijk, ik zie het. Ja, I know. Kijk, we kunnen hier er al doorheen. Oep. Oh, careful. Oh, dank je. Oh. There you go. Chest. Hey, music discs. Oeh, ja, leuk. Wat zit hierin? Heel. De red key. Red key, moeten we dat red wool eigenlijk meenemen? Nee. Ik weet niet. Nee. Maar ik snap ook niet dat het erboven komt. Dit is gewoon even om aan te duiden gewoon dat het een key is, denk ik. Dan nog een paar chests later en ik denk dat ik dan een bar kan openen als het zo door blijft gaan. Ik heb nu al yellow ook ale, dark ale, whiskey, absinthe, ale, gewoon allemaal. Nice, Rens! Ja, weet je. Oké, we doen deze even open. Oké, dus ik begrijp wel het key-systeem, dat is wel duidelijk. Ja. Set spawn button throughout the map, you can encounter spawn buttons. Press them to reset your spawn location. Oké, gedaan. Hey! Du-du-du-du-du-du-du. Hoor je dat? Ja. Oh, ik niet. Oké, is niks. Press button to move partly to the class section. Oh god, hij staat aan. Wat is hier buiten? Monstercraft. Ja, Monstercraft, zo moeilijk vet. Ik klikte erop, maar er gebeurt niks. Toen moet je er hier staan of zo. Ik denk dat het common blocks niet aanstaan. Heb je de enchantment bottles al Wacht even, Rens. De common blocks staan niet aan. Dus we beginnen. Eén momentje, jongens. Oké, daar zijn we weer. Common blocks. Wacht even, we gaan eerst even. Oh god.
Oh, ja, hij doet het. Oh, doet allemaal het. Items zijn weg. Hij heeft maar. Oh. Oh, damn it. Classes. Ik de ding is neergegooid. Enchantment bottles. Ja. Ik ben level 2. Damn it, ik niet. Ik had er nog een paar. Damn it. Guidelines, no placing. Ja, oké, dit is logisch. Oh, dit is gewoon. Dit is wat we net allemaal hebben gezien. Red, moet je die classes zien? The Watchman. Full chainmail. Iron sword. A fallwick meat. Ooh. Some food. Hunter. Leather. Dips op Hunter. Leather armor. Bow en 8 arrows. Invisibility. Night vision. Speed potion. Wolf company. Food en een map. Hoe kan je nou invisible zijn? Ja, hunters weet je. Een alchemist. Stacks healing. Regeneration. Ingredients. Food. En je hebt een trader. Money, diamonds, trade goods, a lot of food. Lots ik ga denk voor de alchemist dan, in ieder geval. Dan word ik wel de hunter. Vond ik wel vet. En dan heb je hier van die huisjes waar je dus mag kiezen. Dit is de trader. Oh. Gatherpoint. Dit is de hunter. Oh. Oké. Okay. Nice. Rens, hoe is jouw huisje? Oh dat god. Is cool. Ik heb, mooi. ik heb moeilijk veel spullen. Even kijken hoor. Leather tunic, leather boots. Netherwart, pumpkin pie, glistering melon, gunpowder, gasteer, glowstone dust, golden carrot, potion of invisibility, regeneration, night vision, potion of strength, healing, nog een keer healing, healing en healing. Nice. Ik heb hier spawn wolf en een empty map. Een broek. Oh, dit is. Ik heb me geen broek gegeven, wat de hel. Ja, ik ook niet. Oké, okay, gather point, ik klik erop. Wat is dit dan? Info story. Oh, jongens, we gaan wel alle stories trouwens lezen. Dus dat jullie daar wel op voorbereid zijn. Jullie kunnen het story skippen of niet. Maar wij gaan wel de hele de story doen, want het is natuurlijk een RPG. Rens, klik je op de gather point? Ja. Dan begin ik de story wel te lezen. Oké, okay, Rens, ready? Dan ga ik even de hele story lezen. Yes, en dan doen we daar wel een vet effectje over. Welcome to the land of Larns. Many generations ago, the wizards, druids and warlocks of the old made a terrible mistake. They brought all their magic together and held a ceremony, but they could not wield that kind of power. Hell came down upon earth and monsters appeared everywhere. It was a nightmare. The capital fell and the kingdom of the king died. But that was long ago. Nowadays, monsters only exist in stories and tales. After the monsters left, a new capital was founded in Saint Malden, named after the Grand Master of the Order of the Iron Cross. The wizards live in the city now, and the druids live in a small village around Saint Malden. The warlocks are gone. You were brought up in a village, Fallwick, and you are a member of the Marshburn family. It's next to your town, an old stone circle. This is one of the memories of an old ceremony are held here, but the old traditions are almost gone. Life in a peaceful from time to time, the village is raided by bandits who live permanently in the forest. Also, sometimes a giant spider from the old forest slips through. The Marshburn family recently suffered tragically. The head of a family died of an old age. Herbert Marshburn, your father is no more. You and the family burned his remains in the middle of the holy circle. Press start when ready. Don't mind me, just a giant spider coming through. Ja, inderdaad. Dus ons vader is dood, fuck. Ja, en we moeten dus naar die circle denk ik toe. Ja, ik denk het ook. Oké. Okay. Maar in de dingen zitten wel bandits alleen, staan in de bossen. Ja, dus moeten we wel oppassen. Dus hier, wauw. Oh. Maar dit is wel cool, check. Er zitten alleen aan Stonehenge. De zijkanten zitten ook dingetjes. Oh, hey, ik zeg wat, Sam. Oh. Oké, okay, zal ik de dingen of doen? Hey, oh nee, ja. Let's take a look at father's will and see what the old man left for us. Yes, that's a good plan. The Marshburn family has carried on with their legacy. Mooi, dit is een moeilijke vet adventure, cool. Dat kan ik niet al geloven, ja, jongens. Ja, inderdaad. Oké, okay, wat zijn dit? Oh god, ik ga trouwens mijn wolf spannen, Rens. Ja, goed idee. Zo, en ik heb hier een map, alleen ik heb er al op geklikt, dus ik weet geen. Dus ik zie alleen nog maar het spawnpoint. Oké,
Hier, zit hier ook nog iets van de rare... ook een ding? Oela, hier oela, zitten oela. Rare dingen. Nou ja. Oké, okay, nou, kom maar gewoon. Ik hoor wel heel veel spinnen, dus pas op. Ja. Hier is de Village Rens. The sweet nice... Oh, nice village. Oké. De trader. Oh, hier is een trader. Maar we hebben geen emerald. Ik heb trouwens een potion of invisibility, night vision en swiftness. Dat is wel nice. Oh. Ik, dat heb ik ook. Biggen. Shit, I think Falwig is under attack by some bandits. Quick, get out of the part of the town. Get to the outer part of the town. Oké, we worden aangevallen, Rens. We moeten denken aan naar de overkant. We worden aangevallen. The outer part of the town moeten we naartoe. Maar hoe weet je, maar jij gaat nu door met stort, terwijl we hebben hier nog overal... Nee, maar dat zeg ik. Oh, moet je maar lezen. Oh, wat zeg ik ook wat? Oh ja, inderdaad. Oké. We worden aangevallen dus ergens. Moet even kijken waar. Ik kan niet eens vechten. Heb je geen zwaard? Nee, ik heb helemaal niks. Want ik ben een alchemist. Oh, wacht. Dit vind ik wel fijn. Mag je dit pakken? Oeh, hey. Hier. Hey. Waar ben je? Kom eens hier. Kijk hier. Father Marshburn. Dat is ons vader. Ons huisje. Oh, ja, inderdaad. Je moet het denk ik eerst even kijken, want dit is... Ja, ik denk het ook. Final Will. Dips. Oh, damn it. Oh, een map. Zal ik de maps wel even bewaren? Nee, niet allebei. Ik wil er ook eentje. Ja, maar het zijn twee verschillende maps. Oh. Wacht even, ik heb hier iets. Dear family, now that I'm gone, it's up to you to maintain a good name for our family. As you know, I've been walking with Walton Blake for many years, but I have never fully disclosed what it was that the two of us were engaged in. To be blunt in, it was a plain thievery. Our man was to make a good living and bring food to the table. And nowadays, that isn't easy. I don't expect you to follow me in my footsteps, but there is one thing I ask of you. Before I got sick, Walton and me took up to the job that still has to be done. Please go and meet up with Walton and do this last job for me. Walton can be found at the Yellow Oak Inn, room 102. So, room 102 moeten we naartoe. Okay. Beware though, for more and more savages seems to be gathering in the forest, preying on the innocent travelers. You can take my map and other equipment. Perhaps you can be a good use. Have a good life. I'll be waiting for you in the afterlife. Regards your loving father, Herbert Mashburn. It's a touching story right there, guys. Touching story. Yeah. Moet dat Bart? Nee, hoe heet die gozer? Walbert. Watchman. Ja, dus we moeten naar map of veel. Ik heb hier een map dus. Oh, ik heb hier de map van de town. Dat is wel handig. En ik heb hier de map waar we dus naartoe moeten. Oké. Dus dit is toch Road to the Yellow Oak Inn. Ja, ik weet dus waar we naartoe moeten. Laten we eerst even een paar huisjes gaan kijken. Kijken of we goede gear kunnen vinden inderdaad. Ja. Ik heb al een wooden sword gevonden, dus dat was wat je... Kijk, dat is wel nice. Dan schieten we inderdaad al heel. Iemand, Je kan traden met portals. Villages, hè? Oh ja, dat is ook zo. Ik heb 10 emeralds, Sam. Ja, dat bedoel ik al. Ik denk dat jij wel de helft mag hebben. Ja? Heb jij dinges of niet? Wat? Heb jij emeralds of niet? Nee. Oké, waar zit je? Achter je. Yo. Kunnen we samen gaan shoppen hier? Ja, ik ga denk ik even een hoofddeksel kopen, denk ik. Night vision. Maar we kunnen ook dingen... Treden voor. Leather tunic, ja, die heb ik al. Oh ja, je kan ook inderdaad pork chop. Dat kan je dus hier, kijk. Je kan het allemaal nog traden voor ook andere shit. We mogen geen dingen maken, hè, Sam? Ja, maar je mag wel pork chop halen. Dus ik schiet die biggen vast al neer. Maar ze drop geen pork chop. Oké, zullen we verder gaan? Ik ga denk ik mijn emeralds nog even bewaren. Ik zit te twijfelen om een stone sword, maar ik dacht van, weet je. Oké, zullen we gaan? We moeten deze kant op. Ik heb hier de map. Let's do this, Rens. Dit is echt een 10 uren lang adventure map.